Op dit moment op weg naar het startpunt. Favoriet is Sparta bij 11, Tim Spiel. En die wordt gereden door Rick Ebbinger. We starten Beukema. Let u even op de rustige intonatie. Nou, viel mee. De Prozac is ingenomen. Paarden zijn onderweg. 3100 meter is de afstand. En na de start is Cam Moss het snelste begonnen. Cam Moss aan de buitenzijde galoppaden van Indos Stress. Nummer 6 galop. Cam Moss, maar een hele beste start aan de buitenzijde van Uno Paradiso. En die gaat de leiding overnemen. Uno Paradiso op de tweede plaats. Cam Moss, daar komt aan de buitenzijde met hele ruime gangen al Valerio Jetta. Dat is de tweede favoriet. En die gaat ook met hele grote stappen gelijk het... koppaard voorbij en dan kijken we even waar Tim Spiel ligt. En Tim Spiel ligt helemaal los van het veld. Ligt nu ook nog achter een springer. Dat is Kandar. En daar moet hij omheen. En dan ligt hij er 100 meter achter het koppaard. 100 meter achter Valerio Jet. Is dat nog goed te maken? Normaal mens zegt nee, dat gaat niet meer. Maar we hebben nog 2600 meter te gaan. Valerio Jet op de tweede plaats Uno Paradiso. Daarachter op plaats 3 Cam Moss. Aan de buitenkant Uco de Verge. En daarachter volgt Udia Renja. In de achtervolging is Tim Spiel. Het gat is nu geen 100 meter meer, maar 80 meter. En zo gaan de paarden de bocht door. Als ze straks de finish passeren, hebben ze nog 2 volledige ronden te gaan met Valerio Jet vooraan. Valerio Jet, Uno Paradiso is de gevaarlijkste belager, ligt er vlak achter. En aan de buitenkant Uco de Verge. Waarbij Robin Bakker denkt, hoe kan dat nou? 5 paarden in een pelotonnetje en ik lig aan de buitenkant. Maar hij komt daar voorlopig ook niet weg. Probeert het wel, wil met Langeweg Junior wel graag een soort rokkade doen. Maar Langeweg Junior denkt, daar beginnen we niet aan. Valerio Jet heeft de lengte voorsprong. Nu komt hij er helemaal naast, Uco de Verge. En Bakker en Langeweg kunnen goed met elkaar. Ik denk dat de rokkade toch wel gaat plaatsvinden. Want dit vindt Bakker niet leuk en dit vindt Langeweg ook niet leuk. Zo gaan ze de rechterbocht door. Daar komt Uco de Verge aan de buiten. Zijde. Laat hem even langs en dan gaat hij straks de leiding weer terugpakken. En zo gaan de paarden de rechterlijn zo zijde zo meteen in. Leiding nu in de handen van Uco de Verge. Uco de Verge, Valerio Jet. Daarachter op plaats 3 is het Uno Paradiso, dan Cam Moss. En daarachter Udia Renja. Daarachter Tim Spiel, die ligt nu nog maar 30 meter achter het veld. Heeft al heel hard gelopen. En zo gaan de paarden de rechterlijn overzijde door. Paarden gaan de rechterlijn overzijde door en Langeweg Junior gaat inderdaad al naar het tweede spoor. Want we zien het neusje van Uno Paradiso aan zijn binnenkant opduiken. Houdt in dat hij al schuin achter Uco de Verge ligt en we hebben nog ruim een ronde te gaan. Paarden gaan de linkerbocht in. Uco de Verge. Daarachter Valerio Jet gaat weer terug naar binnen. Daarachter Uno Paradiso en Tim Spiel ligt nu aan de start van het veld. Heeft dus een gat ingelopen van 100 meter. En nu ligt hij nog maar 6 lengte achter... de koppaarden, maar dat is nog een heel stuk. Zo gaan de paarden de rechterlijn voor de tribune weer in. We hebben straks nog 1 ronde te gaan. Nog altijd dezelfde leider, Uco de Verge. Daarachter Valerio Jet, half spoortje naar buiten. Daarachter is het Uno Paradiso, dan Cam Moss. Daarachter Udia Renja. Naar het tweede spoor gaat nu Tim Spiel. Ebbinger denkt, als ik aan kan sluiten, kan ik ook voorbij rijden. En dus gaat hij daar nu maar aan beginnen. Daar komt Tim Spiel aan de buitenzijde. En daarachter is ook Kandar weer aangesloten naar zijn galoppade. Engwerda kijkt over de schouder en denkt, hey, die ken ik, dat is Tim Spiel, die komt eraan. Tim Spiel ligt nu 4e aan de buitenkant, Engwerda ligt 3e. Maar het vooraan is het tempo ook omhoog gegaan. Uco de Verge, plaats 2, daarachter voor Valerio Jet, daarachter Uno Paradiso. Dan een gaatje naar Cam Moss, aan de buitenkant Tim Spiel, die denkt, ja, dat doe ik niet aan mee hoor. Hij valt nu weer terug, Tim Spiel, het is gebeurd en zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde door. Nog altijd Uco de Verge, schuin daarachter is het Valerio Jet valt Paradiso Jet, wil ik zeggen. Nummer 2, onregelmatig. En Uco de Verge, de koploper, is er nu uit. Uco de Verge is eruit gehaald vanwege onregelmatig draven. En nu is de leiding dus voor Langeweg Junior met Valerio Jet. Valerio Jet heeft nog maar 1 paard achter zich, dat is Uno Paradiso. Gaat dus een duel worden tussen Langeweg en Engwerda. Ze zijn halverwege de laatste bocht. Valerio Jet, die komt als eerste in de laatste rechte lijn. Valerio... aan de redelingszijde, Langeweg Junior. Aan de buitenzijde daarnaast probeert hij het wel, Engwerda. Maar het gaat hem niet lukken waarschijnlijk. Hij ligt nog altijd op anderhalve lengte. Langeweg gaat ervoor liggen. En dan weet je het wel. Valerio Jet gaat hem hier winnen. Valerio Jet, go baby, go, go, go. Is binnen. 2e plaats voor Uno Paradiso. 3e wordt Udia Renja. En ze liggen vast. 4e plaats aan de redelingszijde met Cam Moss.